Vandaag was het voor het eerst lokaal tropisch warm. In Brabant en in Limburg was dat het geval. Morgen wordt het overal tropisch. Goedenavond. Voorlopig hebben we nog te maken met een wind vanuit het zuiden. Daardoor wordt het morgen op veel plaatsen tropisch warm. Wel wordt de lucht geleidelijk aan onstabiel. Dat wil zeggen dat er later morgen een paar buien kunnen gaan ontstaan, want dit lage drukgebied komt dichterbij. Op vrijdag is de kans op buien een stuk groter. Maar vanavond blijft het nog droog en is het nog lang zomers warm. Pas na middernacht koelt het uiteindelijk af naar 18 of 19 graden. Het wordt dus een klamme nacht. Morgen wordt het al snel tropisch. Aan het einde van de ochtend is het overal al 30 graden. En 's middags is het bloedheet met zo'n 30 tot 35 graden verder naar het oosten toe. En in die warme lucht kan zeer lokaal in het zuiden en later ook in het westen van het land in de middag en avond een enkele regen- of onweersbui gaan ontstaan. Meer buien verwacht ik op de vrijdag, dan overal verspreid over het land van zuid naar noord trekkende buien. Lokaal kunnen ze veel water opleveren, hagel is mogelijk en ook klappen onweer. En die buien die verdrijven de tropische warmte, zodat het op zaterdag droog is en minder warm met 21 graden. Maar op zondag dan keert de warmte tijdelijk terug en kunnen er opnieuw een paar buien gaan ontstaan. Begin volgende week hebben we te maken met licht onstabiel zomerweer, 20 tot 24 graden en dagelijks kans op een bui. Maar ja, voorlopig hebben we eerst nog de tropische warmte van morgen, dan overal 30 tot 35 graden. Ik wens u een fijne avond.